Oké, ik neem jullie mee. Ik ben Monica en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik film nu met een DSLR-camera van mijn moeder. En ik zou zo erg graag mijn eigen camera willen. Om de camera te vinden die het beste is voor het maken van een YouTube-video, heb ik wat onderzoek gedaan bij mijn lievelings-YouTubers. En daarbij is me iets opgevallen. Heel veel van mijn lievelings-YouTubers gebruiken de Canon PowerShot G7XII of 10-2. Ik weet niet precies hoe dat zegt, maar... En ik dacht... Ik ga gelijk naar mijn ouders toe om te vragen of ze het ermee eens zijn. En ze vonden het helemaal prima. Er is ook een starterspakket en precies die dingen die daarin zitten wil ik. En in het pakket is hij voordeliger. Ik ga hem nu bestellen en dan hoop ik dat hij morgen al aankomt. En dan ga ik een unboxing doen en ik kan echt niet wachten tot ik dat ding in mijn handen heb. Want ik ga zo meteen ook uitleggen waarom ik zo graag een nieuwe camera wil. Dus ik heb mijn laptop al openstaan en ik ga hem gewoon kopen. Het is de volgende dag. Ik ben terug van afspreken met vriendinnen. En ik ga hem nu openmaken. Oké, ik neem jullie mee. Unboxing time. Oké, ik heb een schaar. Oh, wacht, hoe moet het? Oh, nee, wacht even. Ik ben heel slecht in het openmaken van verpakkingen, dus... Ach. Dit is de camera. En hier de chip. En batterij. En het tasje. Oh, dit is echt perfect. Oh my god, ik ben zo blij. Nou, de doos hebben we niet meer nodig. Boom. Misschien kan ik deze video beter noemen Monica die niet dingen kan openmaken. Jee, deze. Ga eruit. Oh my god. Mijn eerste eigen echte camera. En hij staat nog niet eens aan. Moet jullie beseffen hoe cool ik dit vind als hij aanstaat? Het eerste wat ik nu ga doen is uitvinden hoe die aan moet. En ik ga even deze kleine dingetjes uitpakken en zo. En... Maar kijk! Oh my god, moet het van me? Oh, kijk het hoesje ook. Oh my god. Ik ga nu gewoon alles openmaken. Zoveel dingen. Misschien moet ik even de handleiding lezen. Oké, dit is een van een gekke taal. Japan. Oh, de handleiding kan je downloaden ofzo. Oh ja, introductiehandleiding. Inhoud van een verpakking. Camera, batterij. Nee, batterij. Wacht even, hoezo heeft dit ding zo'n grote verpakking? Het is letterlijk dit wat erin zit. Oplader en polsriem. Ik heb de starterskit gekocht en hierbij zit los van de camera en de batterij dinges en riempje. De hoes. Zodat ik hem niet vernietig als ik onderweg ga. Een geheugenkaartje, want nu gebruik ik die van mijn moeder. En een extra batterij, zodat ik niet de hele tijd hoef te wisselen. Zodat ik ze kan wisselen in plaats van dat ik even moet wachten tot er eentje opgeladen is. Oh, daar ben ik zo blij mee dat ik dat gedaan heb. Echt nadenken. Voordat u begint, maak de riem vast. Wacht, ik ga even een foto maken. Dit is zo cool. Ik denk dat ik met mijn linkerhand vast ga houden, dus dan doe ik hem wel gewoon hierin. Wel gelijk een rommeltje op mijn bureau. 2. Plaats de batterij. Oh wacht, ik moet hem eerst opladen. Boom. En dan het koord. Yeah! Hij doet het. Kijk, het ding met deze camera is dus die ik nu gebruik. Ik moet eerst op een knopje drukken voordat hij scherp gaat staan. Alleen als het goed is, doet die. En dan gaat hij weer niet automatisch. Dat automatisch. Nou, nu ga ik hem even op laten laden. Oké, de batterij is nog niet vol, maar ik denk wel dat ik even verder kan gaan. Ja. En nu ga ik het kaartje ervoor openen. Even kijken. Ik snap het niet.
Gaat hij nu niet open? Ik zei toch dat ik slecht was in verpakkingen. Hallo. Oh, wacht even, ik zie het. Yeah! Ik heb trouwens even mijn bureau opgeruimd. Ik heb eigenlijk gewoon alles hier neergelegd zodat je het niet ziet. Maar... Oké, mijn vader is aan het verbouwen. Dus het kan zijn dat je soms een boor hoort of heel hard gestamp of iets in die richting. Dat dus. Het is heel klein, maar ja. Oké, nu moet hij er ook in. Even kijken. Oh, het is echt zo'n handig doosje ook. Ik ga die echt bewaren. Wacht, doen we gelijk hier. Boom. Ik kan hem aandoen. Oké. Oh, de datum. Weet ik niet. Hey guys. Oeh. Dat waren veel foto's. Wow. Die kwaliteit. Hij stelt vanzelf scherp. Ja, ik snap voor de rest nog niet helemaal hoe deze camera werkt. Ja, nee, ik snap het nog niet helemaal. Kijk! Dat ben jij. Wacht, ik weet niet hoe dit werkt. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Hoe moet het? Deze link van mij. Och nee, dat is filmen. Nee. Wow, die camera is zo'n ding. Scherm. Ja. Yeah. Touchscreen. Ik wist dat niet. Ik maakte net letterlijk een foto van een vliegende vogel. En het is zo scherp. Ja. Oh, perfect. Dit is de nieuwe camera. Ik ga nu het verschil kijken. Ik weet nog niet of het iets anders is. Wow, huh? Het is echt veel wijder. Ik ben Monica en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Oh my god, hij doet het goed. Kijk dan. Lisa. Nu de batterij weer even in oplader zit, zodat hij helemaal vol kan worden, ga ik de rest openmaken. Waarom is er in hemelsnaam zo'n grote verpakking nodig voor zo'n klein batterijtje? Wow. Oeh, dat is wel handig. Zo'n ding om eraan te doen. Ja, zo zacht. En het ruikt zo lekker nieuw. Nieuwe handtas. Oh, en dan kan deze hier ook in. Ja. Boom. Oké. Kijk dit. Ik ben zo blij. Boom. Nou, ik ben helemaal gelukkig. Oké. Ik heb snaps gekregen en ik ga ze nu bekijken. Ik heb echt zin in. Boom. Zo raad me. I know. Oké, verder. Boom. Wauw, wat een mooi ding. Ja. Upcoming YouTuber, oh my god. Oké, ik heb nog meer snaps. Haha, ja, je laatste video was... Oh, dank je. Oh, ik word er zo blij van als dat wordt. Oh, zo gaaf. Ja. Yeah. Ik zie nu al dat ik naar mezelf in het scherm zit te kijken. En dat moet ik niet doen, want jullie zitten hier. Ik ben nu in ieder geval al heel blij met hoe deze camera werkt. Ik bedoel, ik zie mezelf op het schermpje. Ik kan gewoon... Hij stelt vanzelf scherp. Kijk, als ik naar... Hij doet het vanzelf. Normaal gesproken moest ik eerst indrukken en dan heel onhandig met zo'n onderkin. Ik ben ook heel blij met hoe licht deze camera is. En het is gewoon veel makkelijker om mee te nemen naar overal. En deze hoes is ook echt geweldig. Misschien is het ook leuk als je in de comments zegt van... Hey, ik heb ook een YouTube kanaal en dan kunnen we elkaar ontdekken. Oh, ontdekken dacht ik niet raar. Ik ben ook op Insta te vinden onder de naam Kladblad. Heel erg bedankt dat je gekeken hebt naar deze video. Ik hoop je de volgende keer snel weer te zien. En ik probeer nu echt heel erg elke zondag te uploaden, zoals je misschien wel ziet. En misschien is het niet gelukt, dus dan ben ik nu een beetje teleurgesteld in mezelf. Maar hey, dus tot de volgende keer. Geef nog een like, abonneer, comment. Trouwens, ik heb mijn haar, ik heb mijn pony eventjes naar achter gedaan, want het was een beetje heet. Het is vandaag heel warm.